Ik ben Abdelrahman. Ik ben 23 jaar oud. Abdelrahman is de naam die ik heb gekozen toen ik moslim werd in 2010. En sinds toen word ik eigenlijk zo genoemd door mijn vrienden en schoonfamilie en dergelijke. In oktober 2012, toen ben ik naar Mekka toegegaan, een maand lang. Toen ik terugkwam in Delft, merkte ik dat er heel veel was veranderd. Zeg maar. Eigenlijk de burgeroorlog in Syrië was eigenlijk een rol gaan spelen bij mijn vrienden. En zo ben ik mij daar ook eigenlijk vanaf toen een beetje in gaan verdiepen. Van wat gebeurt er nou eigenlijk in Syrië? Totdat eigenlijk rond januari 2013 vrijwel eigenlijk al mijn vrienden uit Delft waren vertrokken naar Syrië. Begon ik toch ook na te denken van, wat doe ik nou eigenlijk nog hier zo? En moet ik eigenlijk ook niet gaan? Destijds werd er eigenlijk een beeld voor mij geschetst dat de oorlog eigenlijk heel snel afgelopen zou kunnen zijn. Dus ik als nieuwe moslim, zeg maar, in een westers land waar ik heel erg het gevoel had niet geaccepteerd te worden, of waar ik al tegen heel veel dingen aanliep, zeg maar, in het dagelijks leven, waardoor ik het gevoel had dat ik niet kon zijn wie ik wilde zijn. Ik had eerst een wat langere baard bijvoorbeeld. Daar werd heel erg raar tegen aangekeken. Destijds ging ik nog naar school toe en liep ik stage. Daar werd dat niet geaccepteerd dat ik bijvoorbeeld wilde bidden, terwijl collega's wel om de 5 minuten een sigaretje kunnen roken buiten. Dus zo werd het eigenlijk heel makkelijk voor mij ook om die keuze te maken. Want ik dacht, ik kan daar weer opnieuw gaan beginnen. Ik had voor ogen dat ik gewoon zou gaan helpen in een vluchtelingenkamp of bij een ziekenhuis of iets. Omdat vechten is niet echt iets voor mij, zeg maar. Ook de jongens uit Delft, zodra ik daar aankwam, zeiden ze ook van, wat kom jij nou weer hier doen? Je hebt pas een kindje gekregen en vechten is niet iets voor jou, zeg maar. Je had beter gewoon in Nederland kunnen blijven. Dus ja, eenmaal in dat tweede huis kreeg ik toch te horen dat er wel van mij werd verwacht dat ik zou gaan vechten en dat ik dus daarvoor eerst zou moeten gaan deelnemen aan een trainingskamp. Het trainingskamp waar ik was, was eigenlijk een heel groot gebied. Wat eigenlijk daarvoor diende als een soort legerbasis van Assad, maar wat dan was ingenomen daardoor de rebellen. Zodra ik een beetje meer inzicht kreeg over hoe de situatie, zeg maar, daadwerkelijk was, had ik wel heel snel spijt, zeg maar, van oh, de situatie is eigenlijk helemaal niet zo dat ik hier op een korte termijn in rust kan leven met mijn gezin en dergelijke. Dus toen voelde ik me eigenlijk best wel voorgelogen. Ze hebben toen mij verzocht om mijn paspoort en telefoon en dergelijke in te leveren, zodat ik toch niet weg kon gaan waarschijnlijk. Een aantal vrienden van mij uit Delft, die wisten er ook van af en die hadden voor mij ook bemiddeld en gezegd van, ja, jullie kunnen hem wel laten gaan. Eigenlijk het moment dat ik terugkwam, zeg maar, ben ik naar Istanbul toe gegaan. Daar heeft mijn moeder mij opgehaald. Toen ben ik teruggekomen naar Nederland, samen met mijn moeder. Rechts directe, die hoek. Nee, niet los van elkaar. Juist, dat wil ik zien. Nog een keer. Nu die hele zin. Ik denk van de jongens met wie ik omging in Delft dat er wel minimaal 6 of 7 overleden zijn. Sowieso mijn rol in een land als deze is duidelijker geworden. Ik ben er nu van overtuigd dat ik niet voor niks leef in een land als deze. En ik hoop eigenlijk voor de toekomst dat het voor moslims in het Westen sowieso makkelijker leven wordt. Dat het meer geaccepteerd wordt voor moslims om hun identiteit te kunnen uiten. Het feit, zeg maar, dat het niet kan, of dat heel veel mensen het gevoel hebben ook dat het niet kan, dat dit voor heel veel jongeren, zeg maar, ervoor zorgt dat een stukje toekomstperspectief wordt weggenomen. En ook daarom maken jongens ook vaak zo een keuze, zeg maar. Ze denken, ik heb hier toch niks te zoeken en daar zo kan ik wel wat doen. Snap je? En ik hoop
daarom ook vooral dat jongeren ook hier het gevoel krijgen dat ze hier wel wat kunnen doen. En dat we hier wel wat kunnen doen met z'n allen.